De Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie PAHO schenkt Suriname een bedrag van 4,8 miljoen US-dollars om de gezondheidszorg te versterken. In het kader hiervan is gisteren in het Courtyard Marriott Hotel een conferentie gehouden waar vertegenwoordigers van de PAHO en het ministerie van Volksgezondheid en zijn werkarmen het beleid voor de komende 2 jaren hebben uitgestippeld. Er zal vooral worden geïnvesteerd in de preventieve zorg, zegt directeur van Volksgezondheid Maureen van Dijk. PAHO heeft aangegeven dat hij 4,8 miljoen US dollar voor Suriname heeft voor de komende 2 jaar. Waarvan ietsje meer dan de helft al is vastgesteld. En dat andere helft moet nog gemobiliseerd worden. Maar die 4,8 miljoen US dollar over deze 2 jaren, die vaststelling is met goedkeuring van de ministers van de PAHO-landen. Dus ook onze minister heeft in dat proces bijgedragen. En wij moeten voor Suriname dan goed nadenken en goed gaan besluiten welke activiteiten we in die 5 gebieden, program areas, gaan ontplooien de komende jaren. Dit jaar en volgend jaar. Enkele van de prioriteiten is het voortzetten van de bestrijding van dengue en malaria. Daarna zal de aandacht ook gericht zijn op infectieziekten, zegt Van Dijk verder. Nou, we hebben zowel voor emergencies, die de gezondheid over het algemeen bedreigen in ons land. Als wel voor infectieziekten en andere ziekten die door vectoren worden overgedragen. Kijk, nu hebben we weer de dengue-dreiging. En dat is iets dat we jaarlijks, het komt jaarlijks terug. Zolang we niet effectief voorkomen dat de muskiet zich kan produceren, reproduceren. Verder hebben we ook de malaria-eliminatie. We hebben een strategisch plan gemaakt, maar de eliminatie kunnen we niet sec alleen als volksgezondheid doen. Omdat de import van malaria een hele grote rol speelt. En dat betekent dat we met buitenlandse zaken ook bezig zijn, maar ook met regionale ontwikkeling. Dat is dus de directeur van het ministerie van Volksgezondheid, Maureen van Dijk, over de aanbestedingen van de financiële middelen die door de Pan American Health Organization, PAHO, zijn vrijgemaakt. In totaal krijgt Suriname 4,8 miljoen Amerikaanse dollar.